De Soe zoekt hulp. Voor straf tekenfilm kijken. En brigadiertjes verwend. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. 2018 was voor de Paramaribo Soe op verschillende gebieden een beetje een moeilijk jaar. En de Soe sluit het jaar ook niet af zonder moeilijkheden. De mensen die daar de leiding hebben maken zich zorgen. Hoe de Paramaribo Soe het hoofd boven water gaat houden in 2019 is nu voor een groot deel nog een vraag. Het heeft bijna allemaal te maken met de inkomsten van de Soe. Oh, het is erg. Want bijvoorbeeld, je hebt onderhoud nodig voor dus voeding. Je moet schoonmaken daar. Ik vind het erg, want ik wil wel graag nieuwe dieren zien. Nou, het is al een aantal jaren dat de dierentuin subsidie op tijd kreeg. Of sommige jaren is het helemaal uitgebleven. Vandaar dat we eigenlijk op eigen middelen moeten gaan draaien. Eigenlijk onze reserves dan ook gaan gebruiken. En het is al bekend dat al een paar jaren eigenlijk drones bijna onze reserves heen zijn. De Paramaribo Zoo krijgt zijn inkomsten voor een belangrijk deel door bezoekers. Maar dat loopt niet het hele jaar door even goed, terwijl de kosten maar doorlopen. Bezoekers die we jaarlijks hebben, ligt tussen de 80.000 en 90.000 bezoekers per jaar. We hebben ook jaren gekend van 100.000 bezoekers. Afhankelijk van het seizoen. We hebben periodes waar we veel bezoekers hebben. We hebben in de vakantieperiodes hebben we veel bezoekers, maar daarna hebben we weer minder bezoekers. Regentijd is sowieso heel weinig bezoekers. Dus dat speelt ook een rol waardoor we eigenlijk niet echt kunnen uitkomen. In een drukke periode sparen we eigenlijk voor de minder drukke periode. Ja, ik vind het belangrijk dat het zo open blijft. Waarom? Omdat ik daar is het leuk en daar kan je ook van de dieren genieten en daar kan je ook ontspannen. Het is belangrijk voor mij dat de Soe open blijft, want je kan met de toeristen die komen, gaan natuurlijk naar daar, want ze willen de dieren ook zien. En zo maakt Suriname dan ook winsten ervan als de toeristen komen. Het is ook plaats voor ontspanning. Elke gemeenschap in de wereld behoort een dierentuin te hebben, dus mag de Paramaribo Soe absoluut niet sluiten. Verschillende donateurs helpen daarbij. Dus voeding alleen kost al 3000 SRD. Dan moet u nog rekenen, personeel dat betaald moet worden elke dag. We hebben 6 verzorgers die elke dag komen om te werken. Dus hun salaris telt u bij. Kom je eigenlijk in de buurt van zeker 6000 SRD per dag. Ik zou graag de Soe willen bezoeken om te helpen. Ja. Ons bezoekje brengen aan de Soe om ze te steunen. De Paramaribo Soe is een belangrijke plek voor vertier en educatie en die moet zeker behouden worden. Nou, de Soe heeft op dit moment door de fundraising, de laatste fundraising activiteit, heeft de Soe wel wat middelen om het jaar door te brengen tot 1 december. En daarna moeten we even kijken hoe we dan volgend jaar hoe dat aanpakken. We hebben gelukkig ook donateurs die ons maandelijks en wekelijks doneren. We hebben ook adoptanten die dieren hebben geadopteerd, dus dat helpt toch een beetje bij. Regering Denemarken scheldt honderden miljoenen schulden kwijt, jongeren die hacken moeten verplicht stage volgen en man moet tijdens celstraf verplicht tekenfilm kijken. Deze berichten vandaag in ons kortnieuwsblok. Een man in de VS heeft een opmerkelijke straf gekregen van de rechter. De 29-jarige David Barry Jr. werd eerder dit jaar samen met zijn vader en een ander familielid gearresteerd na een lang onderzoek. Het drietal schoot de afgelopen jaren een onbekend aantal herten dood, vermoedelijk enkele honderden. Het zou gaan om een van de grootste stroperszaken uit de geschiedenis van de staat Missouri. Barry werd onlangs veroordeeld tot een jaar cel vanwege het stropen, maar daar bleef het niet bij. De rechter verplichtte hem om uiterlijk 23 december naar de film Bambi te kijken. Gedurende zijn verblijf in de cel moet hij dat bovendien elke maand opnieuw doen. Mogelijk hoopt de rechter dat Barry dankzij de film berouw krijgt. Bambi, een tekenfilm uit 1942, gaat immers over herten. In de film is te zien hoe de moeder van het hoofdpersonage Bambi door een jager wordt doodgeschoten. Zowel Barry als zijn vader mogen in ieder geval nooit meer jagen. Hun vergunningen zijn ingetrokken. Vorig jaar bedacht en het schijnt goed te werken. Een van de jongeren die een stagestraf kreeg is Eric. Hij was 17 toen hij het computersysteem van zijn school hackte.
Eric maakte een website die leek op het schoolsysteem waar alle leraren op inlogden. Zo kreeg hij de inloggegevens van alle docenten en kon hij cijfers en roosters aanpassen. Het namaken van een website om gegevens van mensen te verzamelen is een methode die veel wordt gebruikt door hackers. Omdat Eric geen zin had in school, gaf hij zichzelf 3 maanden vrij. Later gaf hij zelfs de hele school een dag vrij. Eric zegt dat hij het vooral als een grap zag en niet als een misdaad. Een paar maanden later werd hij opgepakt. Hij kreeg straf en een stage. Daar leerde hij wat op internet wel en niet mag en hoe je een computer of netwerk goed kunt beveiligen. Volgens Eric heeft hij vooral geleerd dat hij zijn talent voor betere doeleinden kan gebruiken. De straf is bedoeld voor hackers tussen de 12 en 23 jaar oud die niet eerder iets strafbaars hebben gedaan. Een mooi kerstgeschenk voor veel inwoners van Denemarken. De Deense overheid schelt de schulden van 485.000 burgers kwijt. Dat komt neer op een totaalbedrag van bijna 800 miljoen euro. In 93% van de gevallen gaat het om kleine schulden die zijn ontstaan door boetes voor fout parkeren, zwart rijden in de trein of het te laat inleveren van boeken bij de bibliotheek. Grote fouten in het softwareprogramma van de Deense Belastingdienst zijn de reden voor de kwijtschelding. Het innen van schulden moest volledig worden geautomatiseerd met het programma dat in 2013 in gebruik werd genomen. Door de vele fouten in het systeem werd het programma echter binnen 2 jaar aan de kant gezet. Als de overheid alle schulden nog zou willen innen, moet dat handmatig worden gecontroleerd. Omdat dat tot nog meer kosten zou leiden, is besloten tot de kwijtschelding. 1,5 jaar geleden ging het Deense parlement ermee akkoord. Het gaat vooral om mensen die leven van de bijstand, een werkloosheids- of WAO-uitkering. Voor veel mensen zijn het dus kleine bedragen, maar er zijn ook personen van wie een schuld van 7000 euro werd kwijtgescholden. Voor iedere voetganger is het belangrijk om veilig over te kunnen steken. Verkeersbrigadiers helpen al jaren zorgen dat deze veiligheid er elke schooldag ook is. Zij werden daarom vandaag in het zonnetje gezet. Bij TBL Cinemas werd vandaag een evenement georganiseerd voor alle brigadiertjes die het afgelopen jaar hebben gewerkt. Ongeveer 130 kinderen van verschillende basisscholen waren uitgenodigd. Ze gaan een leuke film bezichtigen. Daarna gaan we overdracht doen van een dienstbus. En na overdracht gaan we dan lekker naar McDonald's. Om 10 uur begon het evenement met de film Wreck-It Ralph 2. De kinderen konden tijdens de film genieten van een zakje popcorn met een sapje. Na de film kreeg iedereen een menu van McDonald's en gaven de brigadiertjes een demonstratie. Tijdens de demonstratie lieten 2 van hen zien hoe ze anderen veilig laten oversteken. Je moet daar staan en je moet je bord naast je zij houden. Anders als je het gaat bewegen gaan ze voor je stoppen. En voordat je op straat moet gaan moet je eerst wenken en je mag naar het zebrapad staan. Je moet wenken. En daarna moet je fluiten en dan moet je klaar overschreeuwen. Klaar over, oké. Als je brigadier blijft, moet je niet bang zijn. Je moet gewoon jezelf zijn om brigadier te zijn. Om het evenement af te sluiten werd er namens Sol door Steve Lotamlooi een nieuwe bus en nieuw materiaal geschonken aan het Korps Politie Suriname en de brigadiertjes. Sol Suriname is jarenlang een sponsor van het verkeerseducatieprogramma van het Korps Politie Suriname. En in het kader daarvan hebben we vandaag gemeente een bus te overhandigen, zodat de mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen. En ook de scholen natuurlijk makkelijker kunnen bezoeken, omdat ze dan over hun eigen vervoersmiddel beschikken. Ik vind het leuk om alle brigadiertjes te zien en dat ik vrienden met ze kon maken. En ik vind het ook goed dat die politie dit ook voor ons hebben gehouden. Ik vind het leuk en ik wil ze allemaal bedanken dat ze dit hebben gedaan voor die brigadiertjes. En de 10 minuten zijn om. Slaap lekker voor straks en tot morgen!